In de Amerika's hebben wij op dit moment 417.416 bevestigde positieve gevallen, waarvan 12.597 zijn overleden. In Suriname hebben wij de teller nog steeds op 10. Er zijn geen nieuwe bevestigde positieve cases binnengekomen en overleden 1. Onlangs zijn er 4 personen genezen verklaard in Suriname. 1 hiervan is de Franse ambassadeur die intussen teruggereisd is naar Suriname. Hoe komt het dat wij nu in deze goede positie zitten? Dat komt omdat wij als land adequaat, snel, tijdig, nog voordat het was uitgebarsten, hebben gereageerd. In de public health situation moet je altijd kijken naar worst case scenario's. Je moet predictions doen, prognoses en nadenken, what if? Wat als het zo erg wordt? Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de curve die we hebben gemaakt voor Suriname ons brengt op 5000 gevallen als de richtlijnen en de maatregelen niet in acht worden genomen. 5000 severe cases, ernstige cases die ziekenhuisopnames zullen behoeven. Tegenover een capaciteit van 500 in wat we nu hebben. En de Nationale Ziekenhuisraad is hard bezig om voor verschillende scenario's een plan uit te werken. En die delen we ook zo gauw als mogelijk met de samenleving. Ten aanzien van de partiële lockdown, het was voor 14 dagen. We zijn al ergens 10, 11 dagen. Komt er een vervolg? U sprak over de 3 maanden uitzonderingstoestand. U zegt het kan verlengd worden door de regering. De partiële lockdown, inderdaad, we naderen 2 data. De eerste is 14 april. U weet dat bij de eerste afkondiging van het luchtruim sluiten, hebben we gezegd 30 dagen, elke 30 dagen evalueren wij. Dat is dus 14 april. En 2 weken partial lockdown is 12 april. Dus zaterdag is er nog een partiële lockdown. En we hebben de evaluatie gepleegd en met een afstemming met de president, dat is een afkondiging dat door de president gedaan is, zult u kennelijk zaterdag, de laatste dag, horen wat het vervolg zal zijn. 3 maanden, inderdaad, en DNA, het parlement, geeft toestemming voor een nog 3 maanden verlenging.